Hoi, goedemorgen mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben vandaag bij Just Warm, bij Linda in Dieren. We hebben vandaag een interview. Hallo. Hoi. Hoe gaat het met jou? Goed, supergoed. Ik ben natuurlijk pas sinds januari begonnen, maar ik heb helemaal mijn draai gevonden. Hartstikke leuk. Super blij met mijn twee dames, personeel Nikki en Natasja. Echt heel blij mee. Hartstikke leuk met z'n drieën en verder ja. Van de week hadden we heerlijk het zonnetje, werd iedereen heerlijk blij van. En nu is er weer even sneeuw. Ja. Twee dagen en daarna begint lekker de lente weer verder. Dus dan ook weer helemaal zin in. Ja, klopt. Ja. Dat is wel minder, ja. Maar hoewel ik sneeuw ook echt wel heel leuk vind hoor, even zo'n dag. Ja? Ja. Wat heb je allemaal bereikt? En wat zou je nog meer willen bereiken? Wat heb je allemaal bereikt? Jeetje. Nou ja, ik werkte 3 jaar bij Just More Fashion en ik kwam zelf uit de reiswereld, uit het Westen. En toen zijn we hier naartoe verhuisd en toen dacht ik van nou, ik wil ook gewoon een baan hebben bij het werken. Toen kwam ik hier bij Just More terecht en eigenlijk nog maar een paar maanden nadat ik er werkte hadden ze me gevraagd of ik de winkel over 2,5 jaar wilde overnemen. En ik eigenlijk altijd had geroepen dat ik geen eigen winkel wilde. Had ik het hier zo naar mijn zin. Zo leuk met de klanten. Ik vond het zo gezellig. Gewoon lekker persoonlijk. Het kletsen. Soms ook met een lach, met een traan. Ja, ik had super naar mijn zin. Inkoop van de kleding. Dus ik vond het zo leuk dat ik daar ja op heb gezegd. En nu heb ik de winkel. Dus dat heb ik zeker bereikt. Daar ben ik heel blij mee. En verder, ja, wat heb je bereikt? Jeetje, ik ben gezond. Mijn gezin is gezond. We gaan vaak lekker het bos in. Daar worden we blij van. En wat ik nog heel graag wil bereiken met mijn gezin, is eigenlijk naar Lapland. Ja. In de sneeuw dus. Nee, daar wil ik heel graag nog heen. Staan nog echt op mijn bucketlist. En verder hoop ik gewoon dat we gewoon lekker gezond mogen blijven. Het belangrijkste. Ja. Ja. Nee. Waar zou je over 5 jaar willen staan? Over 5 jaar? Nou, dan hoop ik hier nog zeker te staan. Zeker ook met Nikki en Natasja. En dat we gewoon een hele leuke, gezellige winkel hebben met steeds nieuwe dingen. Dat we nog steeds ook mensen kunnen helpen met kleding. En natuurlijk de mensen die binnenkomen. Maar wel helpen ook heel veel oudere mensen of mensen met een verstandelijke beperking. Ja, daar word ik ook blij van. Om die gewoon leuk aan te kleden, dat ze zich fijn voelen. Dus dat hoop ik over 5 jaar zeker nog te zijn. Met Just More. Ja, dat is zo mooi. Hè? Ja. Ja. Wat had je vroeger al willen worden? Vroeger, toen wilde ik altijd politie te paard worden. Oh, ja. Niks voor mij, nu achteraf. Toen hoorde ik ook dat je, geloof ik, eerst 5 jaar gewoon politie moest zijn. En toen had ik zoiets van, oh nee, dat hoeft voor mij niet. Maar vroeger wilde ik altijd politie te paard worden. Maar nu echt niet meer. Nee. De belangrijkste opvoeding? Opvoeding? Bij kinderen... Heel cliché, maar ik denk regelmaat, consequent zijn en ja, zoveel mogelijk praten. Ja, denk ik wel. Ja. Mijn kinderen weten ook echt, bedtijd is bedtijd. Als we ergens in de speeltuin zijn en dan zeg ik van je mag nu nog 1 keer op de glijbaan, daarna gaan we direct naar huis. Dan weten ze dat ze nog 1 keer mogen en dat we dan gewoon naar huis gaan. Dus dat hoeven ze niet te gaan huilen. Dat hebben we nog nooit gedaan. Huilen of iets. Maar ja, gewoon duidelijkheid. Ja, duidelijkheid naar kinderen. Ja. Ja. Wat vond je van de coronamaatregelen? Het is best wel veel versoepeld. Ja, wat ik daarvan vond van de coronamaatregelen. Ja, ik was het met heel veel dingen natuurlijk niet eens. Ik bedoel, hè, de winkel moest dicht. Nou, ik heb hier misschien op zijn drukste keer 10 klanten in de winkel. Tegelijk op hetzelfde moment. Wij moesten dicht en bij de pizzeria naast de deur of ergens anders mochten mensen wel in de rij staan om hun eten af te halen. Maar mensen mochten toen niet met tasjes aan de deur afkomen halen. Nee. Toen dacht ik echt, dat is hartstikke krom. Weet je, trek dan 1 lijn, dus daar had ik wel heel veel moeite mee. Ja. Ja. Maar goed, nu gaan we hopelijk betere tijden in en is het weer wat rustiger. En mogen we gewoon open blijven. Ja. Ja. Wat zouden jouw kinderen laten worden? Heb je een idee van? Mijn dochter die wil danseres worden, die is 9. Mijn middelste zoon die wil militair worden.
net als zijn vader. Die is alleen maar bezig met militaire dingen. En de jongste is 4. Geen idee nog wat hij wil worden. Nee. Geen idee wat hij zou willen worden. Nee, is hij nog net even te jong voor. Maar de middelste militair en de oudste danseres, zeggen ze nu. Oh ja. Verandert misschien nog, hè? Ja, klopt. Ja. Wie is jouw grootste idool? Wie is mijn grootste idool? Nee, heb ik eigenlijk niet echt. Nee, ik heb wel eens eerder over die vraag nagedacht, maar nee, zou ik zo even niemand kunnen noemen. Nee. Nee. Waar word je blij van als je chagrijnig bent? Ik word heel blij van kleine dingen. Als ik dan naar mijn werk fiets en het zonnetje schijnt. Of ik zie 2 vogels vliegen. Ik kan heel veel dingen blij worden. Ja, gezellige praatjes met mensen, hoe het gaat. Ja. Vind ik ook gewoon hartstikke gezellig. Of nou boodschappen aan doen ben of in de winkel is. Vind ik hartstikke leuk. En verder denk ik, ik zie elke dag wel iets waar ik echt blij van word. Of het nou buiten is in de natuur, dingetjes. Of dat ik denk van, ik heb lekker mijn huis gepoetst waar ik even van kan genieten. Daar word ik ook blij van. Ja, klopt. Nee. Welke opleidingen heb je gevolgd voordat je ondernemer werd van Just More? Ik heb altijd in het toerisme gezeten. Dus ik heb op reisbureaus gewerkt. Voordat we hier kwamen wonen. En toen heb ik de MTRO in Utrecht gedaan. Dus voor toerisme. Nee. Ja. En daarna ben ik op het reisbureau. Ja, op 13 heb ik op een reisbureau gewerkt. En toen hier naartoe verhuisd, naar de Veluwe. En toen nog heel even bij Bilderberg Hotel gewerkt. Daar deed ik de zakelijke mensen boeken. En toen kwam ik bij Just More terecht. Ja. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Heb je voordat je ondernemer werd nog andere baantjes gehad? Toen werkte ik bij Bilderberg, bij hotels. En dan deed ik echt de mensen die 3, 4, 5 dagen in het hotel zaten, zakelijk. Deed ik verzorgen, het eten, de vergaderzalen en soms ook een activiteit. En daarvoor op een reisbureau. En ik heb ooit bij een bakker gewerkt en daar maakte ik oliebollen. Sinds. Oh ja, niks. Stond ik met een kraan buiten, deed ik oliebollen bakken. Ja. Ja, maar toen was ik echt 15, 16 hoor. Dat was lang geleden. Ja. Lekker. Ja, ook. Was ook heel gezellig. Ja, zeker. Op welke doelgroep richt je het meest? Is heel breed. Het is eigenlijk echt heel breed. Want we hebben, ik denk vanaf jong. Want ik heb heel veel jonge meiden die 16, 17, 18 zijn. Daar hebben we super goede skinny spijkerbroeken voor. Of spijkerbroeken met van die gaten. Vesten, hoodies met capuchons. We gaan, het is heel breed. We hebben jonge merken en we hebben echt merken voor de wat oudere dames. Die willen vaak een lange mouw of niet meer zo bloot. Die willen vaak hier met een nekje. Dus de doelgroep is heel erg breed. Ja, klopt. Wat vind je het allerbelangrijkste aan een medewerker? Dat je op elkaar ingespeeld bent en vertrouwen natuurlijk, zeker. En dat heb ik bij deze 2 dames absoluut. Vertrouwen, gezelligheid, lekker open, sociaal, vrolijk. Nee. Ja. Nee, dat is ook belangrijk. Ja, cool. Vind ik mooi. Ja. Met wie je voor het laatst heel erg moest lachen? Met collega's? Of? Ja, met collega's elke dag ook wel. En om mijn kinderen nog ook vaak. Die hebben nog uitspraken. Gisteren ging mijn zoontje, was hij buiten aan het spelen. En toen kreeg hij van de buurman zegeltjes van de Lidl. En toen zei de buurman, kom maar even binnen. En toen zei mijn jongste van 4, nee, dat doe ik niet. Want misschien heb je wel vergif. Ik mag niet bij je naar binnen. Omdat ik hem altijd leer dat hij niet zomaar bij vreemde mensen naar binnen mag. Nee, klopt. Cool. Dus daar moest ik wel weer heel erg om lachen. Ja, snap ik. Ja. Ja. Wie is het belangrijkste persoon waar je echt om geeft? Ja, mijn man en mijn kinderen. Nee. Dus dat zijn er 4. Mijn man en mijn 3 kinderen. Ja. 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 Ja.
Welke veiligheidsvoorschriften pas je toe in jouw bedrijf? Met de coronatijd bedoel je? Of ook buiten corona? Ja, mag wel buiten zijn, mag ook wel beide zijn. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk beveiliging hier sowieso. En de dames, voordat ze hier kwamen werken, hebben ze van mijn man een AED-cursus gehad. Dus dat ze leren mensen reanimeren. Er kan natuurlijk met klanten iets gebeuren hier in de winkel, met hunzelf. Of voor de winkel, dat ze ja, weten hoe ze moeten reanimeren en hoe ze een reanimatieapparaat kunnen gebruiken. Ja. Ja. Dus voordat ze hier kwamen werken, hebben ze die cursus ook gekregen. Ja. Belangrijk. Ja, echt wel. Ja. Wat brengt jouw baan voor taken met zich mee? Nou, vooral netheid van de winkel, dat de winkel gewoon lekker vol hangt met van alles. Voor jonge mensen, voor oude mensen, voor iedere doelgroep eigenlijk dat wel wat hangt. Op inkoop gaan, in Amsterdam, Almere of waar dan ook gaan we op inkoop om de kleren in te kopen. Soms al maanden van tevoren, want voor de winter is ook alles alweer ingekocht. Ook de schoenen zijn voor de winter, de laarzen alweer ingekocht. Administratie natuurlijk, social media, Facebook, advertenties maken, filmpjes maken vind ik ook echt leuk om te doen. Ja. En ja, we komen er meer op kijken. Ja, gewoon gezelligheid. Ja, ja. Opruimen hoort er ook bij, schoonmaken. Ja, cool. Ja, maar goed, met z'n allen doen. En weet je, als je alles even zo goed bijhoudt, is dat ook goed te doen. Ja. Ja. Klopt, ik vind het ook wel leuk filmpjes maken. Ja, ja. Ja, jij doet het natuurlijk ook heel veel. Ja, klopt. Ja. Ja. En soms denk je, maak je filmpjes en denk je, oh, moet je weer 100 keer overnieuw? Ja. En zo heel soms gaat het gewoon in één keer goed. Ja. En dan ben je weer blij. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat was de leukste baan die je hebt gehad? Leukste baan? Nou, natuurlijk hier. Nu ik, ja, ik werkte hier 3 jaar bij Just More. Vond ik echt super leuk, zo gezellig. En nu natuurlijk voor mijn eigen dat ik hier werk. Maar ik heb vroeger, toen ik jong was, heb ik ook 5 maanden in het buitenland gewerkt, in Italië. En daar heb ik ook mijn man leren kennen, in Italië. Ik was daar op vakantie. Dus dat was voor mij ook echt wel, 5 maanden in Italië werken, was voor mij ook echt wel, ja, super mooie tijd. Oh, ja. 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 Heb je veel plezier in jouw werk? Wat zijn de positieve kanten? Elke dag. Elke dag heb ik plezier in mijn werk. Soms denk ik van in mijn hoofd van, oh, wat ga ik weer veranderen? Wat ga ik weer even nieuw zetten? Kunnen we de etalage weer vernieuwen? Filmpjes maken? Gezelligheid met de klanten? En ja, soms als ik een dag niet werk, dan zeg ik tegen mijn man, oh, ik heb echt eigenlijk zin om te gaan werken. Dus dat, ja. Is, ja, dat is een goed teken. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om te werken. Ja. Nee. Waar kijk je naar als je personeel wilt aannemen? Nou, deze 2 dames kwamen op mijn pad. Die hebben echt heel lang op mij gewacht. Nikki heeft zeker meer dan 1 jaar op mij gewacht. Natasja heeft 1.5 jaar op mij gewacht. Dus we hadden tussentijds al contact. Maar normaal, als ik personeel zou zoeken, ja, dan kijk je, wat ik heel erg belangrijk vind, is de uitstraling. Hè, open uitstraling, gezellige uitstraling. Ja, en dan ga je toch een beetje naar iemand zijn cv kijken. Wat is zijn ervaring met andere winkels geweest? Hoe komen ze over? Wat is je eerste gedachte erbij? Zien ze er verzorgd uit? Een beetje die dingen. Ja. Hoeveel zaken wil je er nog bij in Nederland? Nou, eigenlijk, nu ik er zo over denk, denk ik nee. Gewoon 1. Eén, maar wie weet heb ik er over 5 jaar wel 10. Kan altijd. Ik bedoel, ik riep ook altijd dat ik nooit een eigen winkel wilde. En nu heb ik er wel 1. Maar ja. Eigenlijk nee. Zo eentje vind ik, ja, weet je, je hebt ook nog een gezin. Dus ik denk dat het zo leuk zat is, zo 1. Maar wie weet, zeg nooit nooit. Wie nee. Weet. Ja. Misschien over 5 jaar als je me weer wil interviewen, heb ik misschien wel minder zaken. Ja, dat zal ik leuk zijn. Ja, ja, klopt. Wie weet. Ja. Top 3 grappigste personen uit dieren? Even denken. Mijn beste vriendin Samantha. Daar heb ik heel veel lol mee.
en maak heel veel leuke dingen mee. Ja, ik heb een klant die altijd heerlijk grappig is en altijd blij is, altijd positief overal van inziet. Vind ik ook een hele mooie eigenschap. En nummer 3. Nou, hij komt niet uit dieren. Je kent hem. Hij komt uit Eerbeek, maar met djembe-leraar. Van djembe, van de trommels. Ja, Koen. Ja, ja, die is ook hartstikke grappig. Ja. Ja. Komt niet uit dieren uit Eerbeek, maar ik heb veel lessen bij Oase van hem. Ja, dus ik denk als dat nummer 3 mag zijn, helemaal goed. Ja, dat komen we. Ja. Ja. Noem 3 goede eigenschappen van collega's. Sociaal, vriendelijk, gezellig. Wist ik gelijk. Zo. Ja. Netjes, ja, zeker. Ja. Hoe werken jouw collega's? Supergoed. Ze denken heel erg mee. Ook een supergoeie eigenschap. Want soms dan... we hebben een map hier liggen. Daar schrijven we elke dag ook in. En dan staat erin van... joh, we hebben vandaag dit aangepakt. We hebben dat veranderd. Dus ze pakken dingen zelf ook aan uit hunzelf. En dat vind ik ook echt heel fijn. En ze denken ook heel erg mee. Van joh, Lil, is het misschien handig als we het op deze manier gaan doen. Of op die manier. En dan zeg ik, top idee. Gaan we doen. Ja. Dus het meedenken ervan, super fijn. Ja, zeker. Ja. Ja. Top 3 grappigste mannen. Top 3 mooiste mannen uit dieren, wou ik zeggen. Mooiste mannen uit dieren. Nou, dat is eigenlijk maar eentje, dat is mijn eigen man. Ja. De rest haalt het er niet bij. Nee, nee, zeker mijn eigen man. Ja. Ja. Of ik kan wel een top 3 maken, maar dan is het mijn man. Mijn oudste zoon en mijn jongste zoon. Ja, sorry. Je eigen kinderen ben je ook altijd knap. Ja, klopt, ja. 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 Welke persoon laat jou het vaakst lachen? Mijn man. Ja. 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 Welke talen spreek je? Duits, Engels. Nederlands en echt nog een heel klein beetje Italiaans. Echt een heel klein beetje. En dan soms versta ik het nog wel, maar dan is het spreken zo moeilijk. Toen ik in Italië werkte, ging dat natuurlijk makkelijker. Dan hoor je dat elke dag die taal om je heen. Maar als je daar weer uit bent, dan vergeet je dat heel snel. Nee. Ja. Welke talen wil je graag leren? Ja, ik zou Italiaans echt nog wel heel goed willen kunnen. Ik vind het zo'n mooie taal. Als ik het hoor, prachtig. Ja. Ja. Ja, echt heel mooi. Lijkt ook weer veel wel op Spaans. Spaans ook mooi. Ja. Nee. Grappigste blunder die je hebt meegemaakt? Komt zo niet in me op. Ik zou het zo even niet weten. Oh. Nee. Geen idee. In ieder geval, niet de laatste tijd heb ik geen blunder gehad. In ieder geval. Oh, gelukkig. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt. Zou je nog iets kwijt willen over de zaak? Of over een interview? En een SO doen naar iemand? Nou, jij ook bedankt dat je me wilde interviewen. Ja. Wellicht zie ik je nog een keer bij de djembe les ook. Ja, gezellig. Voor daar te interviewen. En verder, nee, kom gezellig naar dieren, naar Just More Fashion. We hebben kleding van jong, van oud. Zeg het maar, weet je niet wat jou past, kom ook gezellig langs. Dan gaan wij je helpen om kledingadvies te geven. Dat je de deur uit gaat waar jij je prettig in voelt. Nou, ja. Verder ben ik heel blij dat we in Dieren wonen ook. Ja, ja, zeker. Daar ben ik heel blij mee. Ja, klopt. Ja, graag gedaan. Ja, leuk. Jij ook bedankt. Ja, leuk. Goed zo. Ja. Wat doen we? Een box. Ja, een box sowieso. Ja, hey, leuk. Ja, dat vind ik ook zeker. Ja.